Ik zou zeggen, ga jij naar de andere studio, want we zitten vanavond over een aantal studio's verdeeld, dames en heren. En dan gaan wij beginnen met muziek, want ze staan er al helemaal klaar voor. Geef ze een groot applaus, hier is Haik. Ik zag haar liggen in de zon, bikini, die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand, deed een kwakje op mijn hand. Mooi meisje! Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd, olie op haar billen allebei. Dat ik zomaar smeren kon en alleen maar hopen kon uit te kleren in de zon. Want zij was mooi. Nam haar mee naar mijn balkon met alleen een handdoek om, maar die gleed meteen al naar beneden. Gaf ze mij de tube aan, wees me alle plekjes aan, liep me toe, mijn gang maar gaan. Mooi meisje! Zijn daarna in bed beland, airco op de hoogste stand, waterbed dat gopte lekker mee. Mierentietjes, kippenvel, vingers op haar rode vel, hoe dat moet dat weet ik wel. Want zij was mooi. Want zij was mooi. Lekker in de zon. Ja, ik ben weer op vakantie. Lekker in de zon. Hoor wat ik daar op het strand zie. Want zij was mooi. Lekker in de zon. Ja, ik ben weer op vakantie. Lekker in de zon. Hoor wat ik daar op het strand zie. Wij staan bij de kampioensbakker Paul Benzen, die bakt lekker door. Bij mij staat Haik. Mag ik een applaus voor Haik, dames en heren? Arthur, even bij jou beginnen. We hebben jullie als Haik het afgelopen jaar behoorlijk wat keren bij Graafschap TV mogen begroeten. Met heel veel plezier iedere keer. De laatste keer volgens mij was, terwijl ik opgesloten zat in het RTW-keetje. Ja, inderdaad. Ja. Goed gedaan. Ja, nou, we zijn er ook wel trots op hoor, dat we dat zo'n bedrag opgehaald hebben. En ook dankzij jullie hulp. 2011 was nogal een jaar voor Haik. Was dit het meest roerige jaar tot nu toe in jullie bestaan? Want ik zou bijna zeggen, ik denk van wel, maar ik wil het van jou horen. We bestaan al sinds 1998, dus dat is al een jaar of 12, 13. Ja. Maar dit is wel een topjaar. Ja, ja, leg even uit aan de kijkers waarom dit jaar dan misschien toch wat anders was dan de andere jaren. Het eerste, de beste eigen nummer dat we opgenomen hebben, dat werd direct wel een redelijke zomerhit hier in Nederland. Ja. Daar zijn we heel blij mee. Ja. Lekker in de zon. Wat heeft het gedaan? Wat heeft het jullie gebracht? Nou, ontzettend veel. Vooral voor het komend jaar merk je toch een hele goede agenda. Nou, we hebben vrij veel radio en tv gedaan. 3FM, Koen en Sander Show, voor de Tros en Sterren.nl. Veel dingetjes. Volgende week hebben we daar weer tv-opname. En wordt over 2 weken uitgezonden. Dus ja, op het Nederlandstalige gebied heeft het ons aardig wat gebracht. Zou je kunnen zeggen dat Haik nu op de kaart gezet is? Het mag nog wel iets meer natuurlijk. Hè? maar we zitten in de molen. Ja. Dus het is wel erg leuk. Ja.
Hoe is dat nu? Want de heren staan... Ik zie dat je wat geleend hebt van Plork. Ja, ik heb gehoord dat het er gruwelijk opgeeft hier met dat oliebollenbakken. Dus denk ik, doe even een helm op. Dat is wel... Ja, met die Paul Berns erbij, dat is altijd afwachten of het weer allemaal goed komt. Lekker aan de glühwein. Ja. Hoe hebben jullie dat ervaren? Ik bedoel, want ja, het is altijd eigenlijk Arthur, hè, die altijd de vragen gesteld krijgt. Omdat hij de zanger is en dan wordt hij altijd gelijk naar voren gezet. Maar jullie werken daar natuurlijk net zo hard aan mee. Hoe ervaren jullie dat? Totaal anders, hè? Ja, zie je, nou, dat dacht ik wel. Leg eens uit. Nee, helemaal geen bal aan. Een hele raar jaar geweest. Nee, dat is echt nee. Ik sluit me volledig bij Arthur aan. Ja? Ja. Maar wat gaan wij in 2012 dan van jullie verwachten? Wat zit er in de pen? Nou, er zitten heel wat dingen nog in de pen. We zijn van plan in ieder geval eigen werk te gaan maken en zo en dat soort dingen. Voor de rest... Dat doen jullie er al? Ja, dat doen we ook. Maar nu dat we echt alles helemaal zelf gaan maken en zo. En voor de rest gaan we een soort van tape act in elkaar draaien. Waar we dan mee het land ingaan, zeg maar. Als een artiesten. Een tape act. Moet ik me daarbij voorstellen dat jullie dan half uurs optredens gaan doen? Ja, in ons geval dan 40 minuten. Maar ja. Is dat, kijk even naar jou. Is dat heel belangrijk? Wat is heel belangrijk? Om een 40 minuten act te hebben in plaats van compleet avondvullend te zijn. Gemiddeld doen artiesten dat een half uur en wij wilden dat toch iets langer uittrekken, dan 40 minuten. Oké, concluderen wij erop dat de Achterhoek een langer uithoudingsvermogen heeft dan de rest van Nederland? Of? Dat kun je wel zo stellen dan. Ja. Oké. Lekker in de zon. Geldt dat ook voor kussen? Voor kussen? Ja, zullen we kussen? Dat is jullie toch jullie single nu? Ja, zullen we zoenen? Oh, zullen we zoenen? Ja, kussen, zoenen. Ja, nee, dat geldt ervoor. Ja. Oké, dus Heike heeft... Hoe zijn jullie met oliebollen? Heb je wel eens oliebollen gebakken? Nee, ik eet ze meestal, maar ik maak ze nooit zelf. Nee. Nou, vandaag, de laatste dag van 2012, wordt een ommekeer in jouw leven, Arthur. Want wij gaan oliebollen bakken. Daar liggen de bollen die tot nu toe gemaakt zijn. Ja. Kijk even met me mee. Denk jij dat je dat beter kan? Als je het zo ziet liggen, dan denk je nou... Zijn een beetje misvormd, hè? Ja, Paul hier, ja? Scoren we niet mee in die AD-test, of wel? Niks, maar nu Arthur Duwe heel geheimzinnig, maar hij is... hij komt met een bakkersnes, hè? Ja, nee, daarom juist. Ja, zijn vader was bakker, maar hij had heel snel in de gaten dat het niks was. Maar nu, het slaat ook meestal een generatie over. Ja, dus, dus we hebben kans dat hij echt fantastische oliebollen gaat bakken. Nou, doe jij het even, hij gaat het even voordoen. Ja. Drie keer doe je het voor, heb ik begrepen van Martin. Ja, niet bij iedereen, hè? Oké. Okay. Ja, ik heb wel twee linkerhanden, maar dat maakt niet uit, hè? Even goed langs de kant zo, dan krijg je maar die slier eraan en dan hop. Weet je wat nou het geheim is, denk ik, Arthur? Even tussen jou en mij. Ik zie, er zit best wel weinig, het is best wel klein zo'n bolletje. Ja. Ik zou gewoon even echt een lel van een schep nemen, want dat zijn zulke truttige dingetjes die er liggen. Ik zou echt gewoon even een flinke, gewoon zo'n flinke bol draaien. Nou, daar gaat hij. Ah, joh. Kijk, dat is pas een heikbol. Ja, huppet, ja. Gooi er maar in. 1, 2. Yeah. Ja. Nou, dat... Het lijkt wel UFO. Van die Mechelse onmundigheid. Probeer er nog even eentje. Ik doe er even één keer voor. En, hop. Ja, nou, doen we er nog even één. Paul, laat Arthur nog even een keertje doen. Ja. Nou, het is wel duidelijk welke van jou is. We kunnen het goed zien. Ja, ja. Het is meer een plork geworden. Nou, ik vind het fantastisch. We gaan zo meteen het baksel bekijken. Misschien winnen vanavond nog een prijs mee, een eeuwige roem. De eerste prijsvraag op Focus TV. Nou, dan mag je nou officieel bekendmaken wie het heeft gewonnen. Een echte collectors item. We zullen ook zorgen dat netjes de naam erin komt. En deze prijs, dames en heren, gaat dit jaar, het is wel een beetje bakkerstalent, Arthur van Heik. Hey, Heik, hartstikke mooi. Ja, dit, van harte gefeliciteerd. Wat gaat er nou door je heen? Ik kan het je niet verwoorden, maar ik ben wel onderscheidend, hè? Dat zie je wel hier. Met... Ja, je bent onderscheidend geweest. Je hebt een hele uitgebreide bal gemaakt. Ja, ik heb geprobeerd er toch een bepaalde vorm in te brengen. Maar het moet er wel smakelijk uitzien en volgens mij is dat goed gelukt. Ja, vooral de bouwkundigen onder ons, die hebben hem heel goed gekeurd. Omdat ze zeiden, van hij heeft ook nog weer uitbreidingsmogelijkheden. Ja. Dus hij heeft wat dat betreft een bal met potentie. Absoluut, absoluut. Je kan alle kanten op. Maar ik ben er vrij emotioneel van. Het is... Ja, het is toch geweldig dit. Ja, ja, ja. Je kunt ermee thuiskomen. Ja, dat is een prijs, die tellen. Nou, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Zet hem neer op een plek waar je elke dag langskomt, zodat je er even trots naar kunt kijken. Dat is mijn ballenbak. Maar begrijp ik goed dat we hem dus volgend jaar, als we hem niet winnen, volgend jaar dat ik hem terug moet geven? Nee, je hebt hem geaccepteerd, dus je komt gewoon volgend jaar zelf, komt hem verdedigen. We komen terug, ja. Dus volgend jaar komt hij weer ballenbakken.
Ja, dit was natuurlijk de oliebollenparty 2000. En ja, het is nog 11, maar 2012. Bijna 2012. En hij gaat voor ons zingen. Ja. En die gaat zingen. Zullen we zoenen? Dus zullen we dat maar even doen alvast dan? Alvast. Zullen we zoenen? Want ik ben in mijn eentje. Zullen we zoenen?